Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben op kantoor, zoals jullie zien. En ik heb dus net echt super veel pakketten binnengekregen. Dus ik dacht, misschien is het leuk als we er samen even naar kijken. Ik heb deze twee dozen, die zak, die doos en die doos. Oké, dit is Pretty Little Thing. Ik had er dus zelf iets besteld, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik weet het alweer, dit ding. Het zag er dus best wel leuk uit, maar Pretty Little Thing is best wel zo'n goedkope shop. Dus zeg maar, de kwaliteit is soms niet echt heel denderend. Maar kijk, ik dacht, dit is leuk. Dit kan je zo helemaal aansnoeren met open die laarzen. Denk je niet? Mm-hmm. Laat ik hier even aantrekken. En dit is zo'n cargo trousers ding. Kijk hoe die eruit ziet. Zo'n broek. Die ziet er ook wel leuk uit eigenlijk. Nou, mooie kleur. Huh? Next up is heel veel items van Nikki. Deze vind ik echt zo vet. Maar ik ga hier wel even nog een aparte haul van filmen. Even kijken wat er allemaal in zit. En dit rokje is ook echt cute. En zo. Deze. En this one is ook mooi. Oké, deze moet ik apart. Dan nu. Oh, dat is zwaar. Ook Nikki. Oh, dit is die jas. Die is zo mooi. I love it. Oké, maar dit komt allemaal later. Next one. Dit is... Ik denk dat dit Dior is. Yes. Dit is Dior. Oh, die jas van Nikki ziet er zo mooi uit. Zo passend. Let's have a look. Dior, dit is New Skin Effect Enzyme Solution Age Delay Surfacing Water. En dit is dit is echt top. Advanced Eye Treatment. Dat moet ik hebben. Die is op. Oké, dit heb ik zelf gekocht. Ik denk niet dat mensen dit naar mij opsturen, want dat is helaas niet het geval. Ik ben heel benieuwd. Ik had dit nog niet aan jou laten zien ook. Dit is een broek van Isabel Marant. Maar ik vind de wassing een beetje te ethisch. Dus ik denk dat die gaat terugsturen. Hij is wel heftig inderdaad. Ja, hij is ook wel groot. Hij is lichter. Hij is heel groot. Ziet er heel groot uit. Die dat is jammer. Terugsturen. Dit is een pil. Too bad. This one. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Graag dat. Oké, dit is wel echt of je haat dit. Of je vindt het heel leuk. Maar ik vind dit dus echt vet. Kijk, dit moet zeg maar zo. Alleen dan over je jas eigenlijk. Maar ik vind dit echt heel vet. Ik vind dit ook echt vet bij je outfit nu. Ja, I love it. Kijk, ik vind die Prada tas dus wel heel vet. Zo ziet die eruit. Bij deze outfit. Maar je kan hem ook als gewoon als riem omdoen. I like it. Kijk hoe netjes ik uitpak. Het is 1 seconde later. Ik ben ook die schaar van kwijt, hè? Dat is ook knap. Oeh, flabas. Dit is cool. Dit is van Magiela. Hoe leuk staat dit op tafel? En dit is de nieuwe Magiela parfum. Wel echt zonde al die dozen, al dat papier en plastic. Oh, het is leuk. Under the Lemon Tree. Dit is een nieuw luchtje van Magiela waar ik super benieuwd naar ben. Dus die ga ik ook meteen even sprayen. Magiela is mijn lievelingsparfummerk, zoals jullie weten. Oh, het ruikt nu al lekker. Ik ben zo excited. Ruik je hem al? Ik ruik hem al wel. Hier. Ik vind het echt niet normaal zo lekker. Het is echt zo grappig. Zijn er zulke goede, hoe noem je dat, parfum? Ik heb gezellig met Mo geluncht. En nu ben ik weer in de spa van de Andas.
En ik ga een massage doen. Ik ben echt super moe. Dus ik ga me omkleden. En dan zie ik jullie zo. Ik heb een chill-out staan. Die ik dan gewoon hierna weer aan kan doen. Die Balenciaga trui. Jas. Die jas is van Doocy. Hier krijg ik altijd heel veel vragen over. En hij is net bont. Don't worry. Ik draag geen echt bont. En mijn wens. Ik ben klaar met de massage. En ik heb echt het idee dat ik koorts heb nu. Dus ik ga lekker naar huis. En slapen. Hey guys, het is weekend en ik ben thuis. Ik ben een klein beetje ziek, ik heb een klein beetje griep. Maar niet getreurd, want ik ga morgen naar Parijs. En ik dacht, misschien is het wel leuk om wat dingen te laten zien van het inpakken. Ja. Het is hier dus nu een bende. Ik ben even alles, outfits en zo aan het organiseren en alles aan het klaarleggen. En ik heb wel mijn toilettas. Oh, ik ben niet echt heel scherp. Met skincare producten ingepakt. Olly is een middagdutje aan het doen. Maar ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om te zien wat er in deze enorme tas zit. Want ik neem echt super veel skincare mee. Echt overal waar ik naartoe ga. Because I love it. Maar dus ook nu. Daar heb ik ook lekker scrunchies. Deze drie zijn van Summer Someday. En deze is van, volgens mij heb ik die van ASOS. Die neon. Maar goed, ik ga het even laten zien. Ik ga meenemen van skincare. Mijn Mark E. Been. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die bijna op is trouwens. Zelfbruinerspray, want ik ben echt spierwit. Dus als ik iets aan wil wat bloter is, kan ik die avond van tevoren even spraytannen. Ik gebruik tegenwoordig, ik ben echt heel trots op mezelf. Ik gebruik een nieuw merk skincare denk nu 2 of 3 maanden. En ik ben er tot nu toe best wel tevreden over. Het heet Nimue. En ik gebruik daarvan de cleansing gel. Die heb ik bij me. De Nimue Day. En de conditioner. Dit is een soort van toner. En de, daar ben ik heel trots op zelf. Ik gebruik sinds 3-4 weken elke dag SPF 40. En deze producten koop ik zelf. Is niet gesponsord. Was maar zo, want ik heb het best wel vaak al aangeschaft. Dus ja, dan, want ik hoor best vaak dat mensen denken dat dingen gesponsord zijn, maar ik wil ook gewoon kunnen delen wat ik leuk vind. En dan noem ik uiteraard merknamen, maar ja, de meeste dingen waar ik over praat heb ik gewoon zelf gekocht. Die Mark E. Been spray heb ik ook zelf gekocht. Eigenlijk heb ik al mijn skincare zelf gekocht. Er zit hier niks gesponsord bij. Dus dan weten jullie dat. En daarnaast gebruik ik, als ik bultjes of zo, of buisjes of dingen heb, of iets met mijn huid, gebruik ik heel vaak Biafine. Dat koop ik zelf altijd in Parijs bij de farmacie. Dus ga ik overnieuw van inslaan. En dit is eigenlijk voor brandwonden. En het is natuurlijk, dus er zit geen rommel in. Dus dat neem ik mee. Nou, dan de borstel Kamsta. Ik ben dus een beetje een freak, want ik slik echt super veel supplementen. En die neem ik ook allemaal mee. Ik heb beneden overigens nog meer supplementen die ik ook meeneem. Maar goed, of het werkt, I don't know. Ik neem mijn ijzertabletten mee. Visolie, omega 3. Ik hoorde dus dat zeg maar omega 3 je hormoonhuishouding in peil houdt. En ik dacht, als ik dat slik, krijg ik minder puist op mijn kin. Want puist op je kin is door hormonen en rommel in hormonen. En ik dacht, als ik dan omega 3 neem, dan is het misschien wat geordender. Vitamine C. Omdat ik een slechte weerstand heb. Ja, dit zit er allemaal in. De deo. Parfum. Mijn parfum die ik altijd draag is bij de Fireplace. Van Magella. En ik heb dit masker meegenomen. Heb ik nog nooit geprobeerd. Dus ga ik geen uitspraak over doen. Maar die ga ik daar proberen. Van Glam Glow. En dit is het. Oh, hij staat ook op hashtag glittermask. Heel goed. Ah, dit ziet er zo cool uit. Ik heb zo'n zin om dit uit te proberen. Het ruikt niet heel lekker. Het ruikt best wel chemisch eigenlijk. Dat is niet echt goed, I think. Maar het is best prijzig. Dus even kijken wat voor ingrediënten erop zitten. Staat er niet op. Oké, maar dat laat ik nog weten. Ook al in deze vlog. Dus masker ook bij me. Oogcreme. Oh, hier staat ook wat ook bij was. Oogcreme heb ik van PH Formula. Heb ik ook allemaal zelf gekocht. SOS Eye Rescue. Ik vind het niet het beste oog wat ik ooit gebruikt heb. Maar ik maak hem gewoon op en dan ga ik iets anders beginnen.
mijn Moroccan oil. Ik heb een kleintje en ik heb hier thuis gewoon die grote. Maar ik heb in mijn reistoilet als altijd die kleine. Hier heb ik die grote. Want ik heb die light versie en mijn haar wordt er echt nul vet van. En voor mij is het wel goed, omdat ik natuurlijk mijn haar zo vaak geblondeerd heb. Het is wel goed om erin te doen. Dan heb ik dit oogmasker, hoe heet dat? Eye mask. Van Wandler. Dat zijn van die gouden dingen. Ook nooit geprobeerd. Ga ik ook proberen in Parijs. So I let you know. Dit gebruik ik sinds een tijd. En iedereen is hier echt helemaal lyrisch van. Je kan dit op Amazon kopen. Ik heb dit ook op Amazon gekocht. Het is van Dr. Dennis Gross. En het heet Universal Daily Alpha Peel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt lastige huid. Ik weet nog niet of het voor mijn huid nou echt het beste is dat er is. Het is best wel hard. Het is echt een heftige peel. Dus, I don't know. Ik heb het nog wel erin. Ibuprofen, paracetamol. En dit. Hier ben ik echt super blij mee. Dit heb ik op Net-a-Porter gekocht. Want daar had ik heel veel over gelezen. Dit heet, dit is van Sunday Riley. En het heet UFO olie. En ik zal even uitleggen wat voor een huidtype ik heb. Mocht je hetzelfde huidtype hebben. Dit is er echt geschikt voor. Ik heb dus een deels een vette huid. En deels een super droge huid. En je hebt zeg maar je huidbarrière. Die is bij mij dus niet sterk. Waardoor mijn huid wel eens lelijk kan worden. En dit is dus een olie, Ultra Clarifying Face Oil. Die daar zeg maar voor allebei, voor zowel vet als droge huid, perfect is. Ja, dus ik ben hier wel blij mee. Je moet wel je huid trainen. Dus ik ben begonnen met 1 keer in de week, toen 2 keer in de week en nu doe ik hem om de dag. En het gaat voor mij alsnog goed. Dus die neem ik mee. En haar ook niet lekker. Er zit hierin Tea Tree Oil. En kijk, een milk thistle, cucumber seed oil. Van alles zit erin. Dus ja, that's my skincare bag. Dus ik ga alles weer even inproppen. En ja, nee, dit is dus paracetamol en zo. So, let's get packing. Ik ben wel mijn lievelingsmasker. Er is dus een masker van dat Nimue. Dat heet Glycol Mask of zo. Dat is echt mijn allerlievelingsmasker. Die wilde ik eigenlijk meenemen, maar die ben ik kwijt. Maar die laat ik een andere keer zien. Oké. Wat ik verder doe als ik inpak, is alvast foto's maken van mijn outfits. Dat ik zeg maar de hele outfit, inclusief accessoires, een soort van bij elkaar kan leggen. Dus ik heb hier de Gucci panty aan met die laarzen en dit jasje en een Prada tas. Dus dat is dan de eerste en die doe ik in de koffer dan. Good morning. Ik zit in de Thalys naar Parijs. Het was een beetje een rocky morning, want we hadden de Thalys gemist die we eigenlijk zouden hebben. Dus we moesten een nieuw ticket kopen. Dus dat was heel erg balen. Maar goed, we zitten erin en het is nog steeds vroeg, dus we zijn nog op tijd in Parijs. Dus kijk gezellig mee naar de Parijsvlog. Vandaag heb ik 1 of 2 shows en wat afspraken en gaan we foto's maken. En dat ga ik uiteraard allemaal filmen. We zijn aangekomen in Parijs en ik zit in de Uber naar het hotel. En ik kom hier zo vaak, zoals jullie weten, want ik vlog natuurlijk altijd als ik hier ben. En ik kan gewoon nog steeds elke keer er niet over uit hoe mooi het hier is. Ik ben gewoon elke keer gechoqueerd als je bij Gare du Nord naar buiten komt lopen. Dat ik echt denk, hoe kan iets zo mooi zijn? Goed, en het is koud, maar zeg maar wel lekker koud ofzo. Dus nu gaan we naar het hotel en dan ga ik inchecken en dan zal ik even mijn kamer laten zien. En dan ga ik even al mijn spullen uitpakken. Dat zijn er echt heel erg veel. En dan heb ik straks een show. Oké, ik ben aangekomen in mijn kamer en ik zal even snel laten zien. Het is een hele kleine kamer, dus ik doe even een mini tour. Dit is mijn bed. En ik heb toevallig net eten besteld, want ik heb nog haast niks gegeten vandaag. Avocado en toast. En dit heb je hier. Ik ben net bezig, dit heb ik nog niet neergezet, met uitpakken. Ik heb hier even wat sieraden en wat tasdingetjes neergezet. En hier is een kastlin. Ik ga deze kamer denk ik niet gebruiken. Hier is het balkon. Wacht. En dat ziet er zo uit. Het is alleen super koud. Dus ik ga niet naar buiten. En dan is dus hier de slaapkamer. Wel gezellig. En ik heb net mijn koffer dus uitgepakt. Dus ik heb de meeste dingen even
opgevouwen en in de kast gehangen alvast. En ik heb ook mijn toilettaspullen die ik gisteren heb ingepakt. Heb ik allemaal neergezet. Ik doe altijd zo'n klein handdoekje pakken als ik in een hotel ben. En daar leg ik dan dingen op. En hier zijn al mijn skincare dingen. En ik doe altijd in glazen mijn kwast in een hotel. En mijn haar is dus net gedaan. Voor de eerste show. Dus ik krijg wat eten. Wat e-mails doen. En dan ga ik me omkleden. En dan gaan we naar de eerste show. Oh ja, en voor degene die vragen. Sanne, mijn collega, reist met mij mee. Dus die slaapt in een andere kamer. Maar die is dus deze trip mee. Voor degene die dat gaat vragen. Dit is wat ik aan heb. Het rokje is van Monki. En de panty is van Gucci. Laars zijn van Zara. En deze top is ook van Zara, maar die is oud. En deze ketting is van Dior. Oh my god, guys. Ik ben echt dying. Sander stuurt mij net deze foto. Van alles onder controle hier thuis. Ik heb nog nooit zoiets liefs gezien. We are using the brush stroke liner because it's super easy with the brush tip. Yeah. Also to build it. Yeah. Yeah. You can just have a straight draw your line. And we have, of course, the thing is so snob, amazing, yes. Snob lipstick. It's cool, I need it too. Super, super nice. Pink, really, and you nice. Can you can apply it super soft. You can just wash the pink or like really this creamy. What's the blush color? It looks so amazing. Actually, a mixture of these three. What is this color? It's a whole palette. Yeah. That's really nice. Tamara, Vlogception. Let me know Vlogception. Sina, Camilla, and Nina. Nina is eating by herself. Ik zit in de Uber en ik heb volgens mij een klein beetje gevlogd bij de show. Was heel leuk. Weet je wie er trouwens tegenover mij zat? Olivia Palermo. Maar, ja, en ja, die zangeres. Zij zat tegenover mij, met een beer. Ja. Zag je er op mijn Insta-stories? Ja, mensen gingen ook helemaal los buiten toen zij binnenkwam. Ja. Ze zag er echt leuk uit. Ik wil nu haar outfit. Ik wil ook weten waar dat van is. Ik ga op Instagram. Al die bekende mensen zoals Hailey Baldwin en zo. Die hebben allemaal van die stalkerige accounts die ik dus ook volg. Waar je kan zien waar een outfit van is. Dus ik ga even kijken of zij dat ook heeft. Ik denk dat zij dat ook wel heeft. Maar zij heeft dezelfde stylist als Hailey Baldwin. Want die echt? Volg ik, ja. Dus die meffen. Stel me Mief. Meaffen. Ja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Oké. Die heb ik net ontvolgd. Oh. Want ze posten niet genoeg van Haley. Dus dacht ik, nou, laat maar hangen dan. Ik vind dit ook allemaal, die rode lichten, ook s'avonds nog steeds wel leuk voor een foto. Hier is het wel een beetje donker. Moet wel iets meer. Ja. Maar ik vond hoe zij eruit zag met die Dr. Martens. Ze ja, echt zo echt vet. Heel vet. Ja. Ik vond haar echt fabulous. Zij was ook veel te laat. Ja. Bij de show. De show was ook al begonnen. Zij kwam zeg maar tussen die modellen door, ging ze erin. Heel casual. Ja, heel cash. En toen dacht ik, wow, wie heeft dat leuke pak aan? Toen dacht ik, wie is zij ook alweer? Toen dacht ik, zij is een zangeres. Toen dacht ik, oh ja, dat is Madison Beer. Maar, dus dat was de update. Nu gaan we nog even een foto nemen en dan terug naar het hotel. Ik ben in het hotel. En ik wilde nog zeggen, ik weet niet of jullie de journey van mijn obsessie voor haarspeldjes volgen. Ik heb nu deze bij de Hema of Kruidvat. Waar zijn deze van Kruidvat? Ja. Die zit in de Kruidvat, toch? Ja. Die heb ik nu in. Maar, als het goed is, wachten wij voor de samples. Ga ik ze binnenkort ook verkopen. Want we hebben ze ingekocht voor Somewhere Someday. Ja, echt heel veel leuke. Heel veel leuke. Maar ja, ik wil wel even de kwaliteit alles eerst checken. En dan
als ze goede kwaliteit zijn, dan gaan we ze online gooien. Laat een comment achter als jullie dat ook leuk vinden, dan weet ik dat. En we hebben vrijdag, als ik weer in Amsterdam ben, hebben we de hele dag een nieuwe campagne shoot al voor Somewhere Someday. We gaan echt super vet foto's maken. En ik heb daar heel veel zin in. En ook weer nieuwe producten. Ik ga nieuwe flare broeken verkopen en tops. Dus ook een paar kledingdingen en ja, wat nieuwe hoesjes en van alles. Ik moet zeggen dat ik echt opvallend veel DM's krijg over mijn Galaxy hoesje, die ik ook nog steeds zelf niet heb. Ik heb deze, die verkopen we ook. Maar ja, we hopen dat die snel terugkomt. Maar er waren wat problemen met onze leverancier daarvan. Dus dat, I don't know. Maar we gaan ze in ieder geval wel weer krijgen, alleen ik weet niet wanneer. Dus ja. Ik ben in het hotel. Hoorden jullie de klassieke muziek? Vinden jullie het mooi? Ja. Het staat al zeker 2 uur aan. Ik lig hier al 2 uur manisch op bed. Nee, manisch is niet het goede woord. Apathisch. Ik ga make-up er zomaar afhalen en slapen. Want ik moet morgen, is hier iemand om 7:30 om mijn haar te doen. Dus ja. Dat is plap. En misschien ga ik de vlog ook afsluiten, want dan kan ik hem woensdag uploaden en dan zijn jullie niet meer boos op mij. En voor die reden, subscribe als je niet meer boos bent op mij, want ik heb weer mijn tweede vlog dan. Dan ga ik hem nu afsluiten en dan kan die overmorgen online. En dan breken we zo de Parijs vlog een beetje op. En ook dat ik weer naar Amsterdam ga, naar mijn lieve kleine Olipoli. Man, ik mis haar zo erg. Ik heb net met haar gefacetimed. Mijn huid is echt bar slecht. Ik weet niet meer waardoor het komt ook. Misschien heb ik wel adult acne. I don't know. Moet ook ongesteld worden. En het feit dat ik 2 van deze net heb leeggegeten. En elke dag ellende eet. Zal misschien ook niet helpen. Maar goed. Dat was mijn spreekbeurt. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie dan zondag weer.